Ja, ik ga dit spel niet spelen hoor. Dames en hartelijk welkom bij een random aflevering. Ik ga namelijk even Sims 3 uitproberen. Ik heb het spel echt serieus nog nooit gespeeld. Ik heb Sims 1 leuk gevonden, Sims 2 vond ik minder. En Sims 3 heb ik eigenlijk nooit aan begonnen. Dus ja, op naar het intro. Oké, people, let's go to work. Nou, en ik heb heerlijke chocomel, dus mijn dag kan niet meer stuk. En ik ben iets vergeten te installeren. Maar laat ik beloven, als jullie dit een leuke video vinden, dan wil ik Sims 3 als een vaste serie gaan doen. Maar ik weet niet, ik ben niet echt Sims liefhebber, maar ik vind Sims ook helemaal niet aardig. We gaan deze vrouw, zo, damn die. We gaan een man of een vrouw maken. Ik denk dat we eerst met een man beginnen. En dan gaan we proberen om de man, noemen we Erik Jansen. En dan leeftijd. Nou, ben ik benieuwd als we een keer... Oh, kijk met een aapie op zijn t-shirt. Hij heeft een aapie. Nou, even kijken. Is dit een opa? Of ik doe gewoon heel veel mijn facecam weg? Dat vind ik een heel goed idee. Zo. Nu zie je tenminste wat meer. Nou, wat gaan we doen? Wat is dit? Oh, een beetje breed. Hij moet wel een beetje breed zijn. Een beetje de handyman moet Erik zijn. Nou, en hij moet ook wel een beetje spieren hebben, denk ik. Zo, een klein beetje dit. Dat hij een beetje zo echt een beetje een manfiguur. Dit als avondkleding is wel netjes, hè? Of deze. Deze is wel prachtig, hoor. Oh my god, dit is echt heel vet. In bruin. Nee, bruin. En die wenkbrauw. Die wenkbrauwen klopt toch niet? En wacht hoor. Zo. Ik vind het goed. Jansen. En ik geniet heerlijk van mijn chocomel. En we zitten gelijk hier in de Sims, dames en heren. Dit is denk ik de woonplaats. Nou, ik vind dat hij een huis nodig heeft. En wat is hier zo aan de hand? Oh, dit ziet er ook wel aardig uit. Maar er staan geen meubels in. Kan ik hier een beetje dichter naar kijken? Oh, we gaan even kijken. Oké, even kijken wat hier mee aan de hand is. Ik kan ook niet draaien ofzo. Ik weet niet hoe ik het beeld draait. Zo, met de pijltjes toetsen. Dit ziet er wel grappig uit. Dat is wel een leuk huisje. Ik weet niet, het is niet echt heel groot volgens mij hoor. Dit huisje. Alhoewel, ik vind het wel heel leuk gedaan hoor. Draaien. Oh, met de middelste muiskop kan ik draaien. Oh, kijk nou, kijk. Nu weten we wat meer. Ik kan ook hier zo'n leuk huisje bij het strand. Kijk nou. Kijk naar verschillende dorpjes. Oh ja, je ziet zo waar je allemaal kan trainen. En ik zie een... Hier kan je dineren, zie ik al. Snackbar Hodders. Oké, maar dit is ons huisje. En daar zou ik best wel eventjes naartoe willen. Ik krijg een hele instructie, jongens. Oké, nou, dit is mijn mannetje. En ik zie een hele mooie schoorsteen op de grond staan. Ik vind het heel vet. Je kan aardig die kop zien. Wacht, laat even zijn kop zien, jongens. Komt hier... Oeh, wauw. Eén grote harsen zien we in beeld nu. Laten we gelijk maar een bed neerzetten hier in de kamer. Of het staat op de bovenste verdieping. Nee, er staat helemaal niks. Oké, nou dan is het op de benedenverdieping. En dan zeg ik dat we gaan zoeken naar een bed. Slaapkamer, bed. Dat is wel leuk gedaan zo, die artikelen. Een beetje een leuk bed. Ik denk dat we sowieso voor een dubbel bed gaan. En ik moet wel even op de prijs letten. Maar dit is wel een heel leuk, een beetje een gay bed hoor. Ik denk dat deze wel tuttig genoeg is. Maar wat wordt de slaapkamer? Zo. Oké, ik heb hem geplaatst hier. Ik weet niet of dat verstandig is. Maar ik vind dit wel een badkamer. Of een slaapkamer. En zo'n slaapkamer heeft nog meer dingen nodig. Namelijk een heel klein bijzettafeltje. En die is maar $25. Dus dat is niet zoveel. Dat mag wel op zich. En op dat kastje komt een klein leuk lampje te staan. Zo. Huppakee. Ik heb een lampje geplaatst. Leuk hoor. Oh, een heerlijke chocomel, jongens. Ik heb echt me helemaal zelf verwend, jongens. Ja, sorry dat ik nou zo uitgebreid een kopje chocomel aan het drinken ben, maar... Heerlijk. Sorry. Oké, een kledingkast wil ik erin. Ik vind het belangrijk dat er wel een beetje een spiegel opkomt. En ik zie nou alweer dat het zo mooi weerspiegeld wordt. Wat fantastisch. Oh, dat is echt een verbetering al. Nou, ik heb niet eens plek voor een woonkamer, maar ik gok dat dit de woonkamer wordt. Het ziet er wel een beetje naar uit.
Dus wat wij in de woonkamer zetten is eigenlijk een televisie. Ook al heb ik eigenlijk helemaal geen genoeg geld ervoor bijna. Want ik heb toch maar een budget van 1390 euro. Dus dat is niet heel veel, vind ik. Laten we even kijken wat mijn Sims gaat doen. Dan schakel ik gewoon even over naar de leefmodus. En wat is Erik aan het doen? Erik is aan het rennen. Oké. Okay. En ik weet niet waar hij naartoe gaat. Als je Sims een financieel onafhankelijk leven te willen leiden, dan doen ze het goed om aan een carrière te beginnen. Waar gaat hij heen? Is dit de hele Simstad? Er is een voorstelling aan de gang in het theater. Oké. Okay. Hij gaat fitnessen? Ik heb toch ingesteld dat hij gewoon zo'n beetje spieren had? Gaat hij fitnessen? Oké. Okay. Nou, laat ik even vooruit spoelen. Kan dat nog? Dat kan toch met 3? Ja. Kijk. Nou, ik vind dat hij weer naar zijn huis moet, want hij is eigenlijk weggegaan van zijn huis. Terwijl ik dat helemaal niet waar wou doen. Hierheen joggen zelfs. Nee, dat gaan we niet doen. De muren. Kijk, dan zien we een beetje, dan hebben we een beetje idee van echte Sims, weet je wel? Oké, dit is de keuken. Een beetje compacte keuken. Wel heel leuk gedaan. Brunch eten. Brunch opdienen. Snelle hap. Ik wil een snelle hap. Ik weet ook niet waar kan ik zien of hij honger heeft of zo. Dat kon je toch ook ergens zien? Erik Jansen. Automatisch. Oké. Okay. Oh, dan kunnen we kiezen wat hij moet eten. Snelle hap. Cornflakes. Oké, okay, hij gaat zijn cornflakes klaarmaken. Ik ben benieuwd of hij dat gaat doen. Nou, hij komt binnen. In zijn trainingspakje nog. Goh, Erik toch. Oh. Nee joh. Gaat hij... Wat? Nee joh. Hij gaat op de wc opeten. Oh, ik heb natuurlijk helemaal geen tafel en stoelen en zo. Oké, dan moet dit gewoon... Dit moet de huiskamer worden. Dan wil ik toch nog eventjes voor die man een koopinrichting doen. Oké, nee. Huppakee, oké, ja, nee. Hou op met die stomme. Een bank. We moeten een dinerroom hebben, dus we moeten eigenlijk eerst een tafeltje hebben. En aan dat tafeltje een paar stoelen. Eetkamer, kijk. Oh, wat leuk hoe dit eruit ziet, joh. Oké, laten we even een beetje goedkoop eten. De smaaktafel. Dat is ook zo droog ook. Ik wil een beetje een grote tafel. Misschien denk ik van... Vincent, waarom begin je nou gelijk al zo breed? Ik weet even geen goede plek. Ik denk dat ik hem schuin neerzet. Nee, dat staat niet. Ik zet hem een beetje zo neer, zo. Zet hem in de hoek. En dan plaatsen we daar een aantal best wel goedkope stoeltjes. Ik doe gewoon deze. Zo. Daar, daar en daar. En waarom is die ene nou wel zo ver aangeschoven en die andere niet? Dat snap ik even niet. Oh, die staat verder weg. Zo. Nu staat hij goed. Dat is dan de dinertafel. Ja. Ik vind altijd wel dat er een schilderijtje aan te pas komt. Aangezien nog $900 hebben, niet veel, kan ik eigenlijk heel weinig. Dus laten we gewoon weer naar het mensenleven gaan. En laten we kijken hoe we geld verdienen met hem. Outfit kiezen, mobiele telefoon. Ik heb nog geen werk, dus maar ik zou wel graag een belletje willen plegen voor werk. Want ik weet niet eens of ik werk heb. Zijn bord af in de badkamer. Ja hoor. Diensten bellen. Nee, we gaan geen diensten. Ontroerend goed en reisservices. Wat doet hij? Hij klapt tegen een stoel. Oké. Okay. Shaboe. Baba Nui. Oké, okay, mijn sim is helemaal depressief aan het worden. Maar we moeten werk hebben. En ik heb zoiets van... Je kan via de telefoon kan je wel wat doen. Oké, okay, hij gaat douchen. Nou, dat is mooi. Dan kunnen wij namelijk een telefoon gaan zoeken bij de artikeltjes. Oh, een Xbox. Kijk nou. Oh, een arcade. 400 sim points. Dan moet je weer voor extra voor betalen. Oh, daar hebben ze wel netjes... daar hebben ze goed over nagedacht, jongens. Ik wil een telefoontje. Waar kunnen we een telefoontje vinden? Nou, weet ik niet zo goed waar die bij staan. Want ik heb het spel namelijk nog niet... Hier, telefoontjes. De tafeltelefoon. Nou, en waar zetten we die neer? Maar dan gaan we even wachten totdat mijn sim klaar is met douchen. En dan kunnen we hem een telefoontje laten plegen. Let op. Nou, hij heeft zijn pak aan. Diensten. Ik denk toch dat het... Diensten zijn. Diensten bellen. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Ik zie hier een soort van restaurant, denk ik. Of een, is de fabriek? Aan criminele carrière beginnen? Nee.
dat is niet de bedoeling. Wel een idee. Nou, voor werk dan, hè? Niet, het is een alternatief. Oké, okay, moderne kunst zoeken. Wat is dit? Boodschappen doen. Een part-time baan nemen. Ik wil een part-time baan, jongens. Bij deze... Ja, wat is het? Is het een bioscoop? Het is een bioscoop. Natuurlijk wil ik bij de bioscoop gaan werken. Wat leuk, joh. En een boekenwinkel. Een part-time baan nemen. Oké, okay. In deze winkel wil ik... Ik wil natuurlijk... mijn beroep wordt later... ik weet het niet wat ik wil gaan doen. Maar ik vind dit een goed beroep. En als het goed is, komt mijn sim er dadelijk aan. Daar komt hij al. Oké, okay, hij gaat naar binnen. En hij gaat een part-time baan nemen. Als medewerker van de boekwinkel krijg ik te maken met romans, thrillers en informatieve boeken. Wil Erik een part-time baan? Ik vind het goed. Yes! We hebben een part-time job. En daarom vind ik dat we eigenlijk wel even naar het concert gaan. $40. Boeiend. We kunnen niet naartoe. Gitaarles volgen. Wat grappig, joh. Wat gaat hij doen? Dump duiken? Wat de hel is dump duiken? Waar wilt hij naartoe? Oh, kijk nou. Dat zijn die vakantiehuisjes. Oh, wat prachtig, joh. Kan ik ook gewoon die Sims bezoeken? Al ga ik nou flirten met dat meisje? Even kijken. Kan ik aankloppen? Het huishouden van Guard bezoeken. Nou, laten we wachten tot mijn Sims er is. Kijk, we gaan eens kijken wat we bij die vrouw kunnen doen. Of we haar... Oké, okay, hij belt aan. Een onzichtbare bel, jongens. Oké. Okay. En... Oh, wat gebeurt er? Oh, ik kon door het level heen kijken. Zag je dat? Oh, daar komt ze. Hallo, mevrouw. Zo. Vriendelijk. Kletsen. Nee, niet weggaan. Mevrouw. Mevrouw. Oké, okay, ik ga gelijk naar binnen. Dat is snel. Maar volgens mij is dat de man. Alhoewel, onbeleefd voorstellen. Vriendelijk voorstellen. Oké, okay, ik zal me vriendelijk voorstellen aan die man. Pauline, Goddard. Nee, het zijn andere mensen. God, ze zijn niet getrouwd. Mooi. Dan maak ik kans bij de. Oké, stop bij mijn kletsen. Vriendelijk voorstellen. Hallo, mijn naam is Erik Jansen en ik ben... Linzer. Holalala. Oké, nu ga ik weer naar die vrouw toe. Nu heb ik het goed gedaan. Samen dansen. Kijken of ze wil dansen. Oké, hij vindt het cool. Zij ook. Oh, wauw, schudden met die billen. Schudden met die billen. Ja. Oh yeah. Yeah, I like it. Wat vind je zo aantrekkelijk aan mij? Zijn het mijn ogen? Is het mijn baard? Oeh, nou, ik vind wel dat je goed kan dansen, zegt zij. Ik ben als het ware de beste dans van het hele kabouterbos. Aha. Oké, zullen we even een groep vormen? Oeh, nou al, romantisch. Kunnen we dat al doen? Flirten. Ja, doen we. Gelijk flirten, jongens, dat is goed. Oeh, yeah. Leuk dit. Oké, stoppen met dansen. Kijk dan, joh. Kort. Afwijzen? Erik is te weten gekomen dat Pauline een relatie heeft met Hank. Echt? Met die man die hier op de bank zit? Zo. Naar carrière vragen. Oké, okay, zij moet in de kleine stoel. Ze wou natuurlijk naast hem zitten, maar dat heb ik nu expres naar hem gezeten. Wat doet hij? Waar kijken we naar trouwens? Even kijken. Wat grappig, joh. Compliment geven over het huis. Inderdaad, want ik wil het natuurlijk geen jatten. Ook het is donker, ik moet naar mijn eigen huis toe, jongens. En waar is mijn eigen huis? Weet ik het nog te vinden? Ja, er staat een button. Ik weet niet of ik daarop kan klikken, of ik dan meteen naar huis ga. Ja, naar huis gaan. Oké, we stoppen ermee. We hebben alweer geflirt. En daar zitten zelfs romantisch te dineren hier. Oh, laat maar. Wat? Wat doen ze? Oké. Echt droog, jongen.
Ik vind het echt wel een droog spel. Oké, dit is mijn huisje. Echt zo, het straalt zo somber. Vooral die behang. Die behang, dat behang. Oh, ik neem een taxi. Ja, moet je vooral doen. We hebben $870. Nou, het was gratis blijkbaar. Oké. Wat is er met mij? Erik heeft zoveel plezier dat hij bijna... Dat het bijna misdadig is. Ik denk dat we maar gaan een tukkie doen. Slapen. Oké, we gaan een tukkie doen. Zo, huppakee. Slaap nu zacht. Lieve Sims, droom erover Miami. En die vrouw die je net hebt gedumpt. Of die jou hebt gedumpt. En een bank en een schelp en een tasje en een boek erop. En een boekenkast en een meertje en een octopus. En een huisje en dobbelstenen met een gezichtje. En een boekje weer en een bankje en een schepje. Want je gaat in de zon, ga je over de zanden. En een druppeltje medicijnen. Lieve eerst beetje aarde. Weet ik veel, wat droomt hij over? Damn. Nou ja, hij is lekker aan het slaapje doen. En nou ja, ik weet niet of... Staat mijn... Nou, we kunnen niks doen, jongens. Ik kan alleen maar hopen op meer geld. En hopen dat zijn baan een beetje goed doet. Jongens en meisjes, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Laat zeker een comment achter of je hiervan meer wilt zien van zulke video's van The Sims. En dan gaan we verder met Erik Jansen als jullie het een goed idee vinden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!